Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb de velproducten van januari en februari voor jullie. Het is weer tijd om die met jullie te bespreken. Het zijn niet super veel producten. Ik heb ze even in een doosje zitten en het zijn niet heel veel producten. En dat is eigenlijk wel vaker zo bij de velproducten, dat ik niet super veel producten heb die ik niet zo fijn vind. Maar ik vind het toch altijd wel de moeite waard om die toch nog even te laten zien en te vertellen waarom ik ze niet fijn vond. Vind ik wel zo eerlijk, omdat ik ook altijd de favoriete producten benoem. Deze video is ietsjes later dan normaal. Ik upload hem altijd wel de maand erna, maar vaak is het dan wat vroeger in de maand. Dus ik heb hem nu iets later, maar ik wilde hem zeker niet laat ontbreken deze maand. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik dus niet fijn vond, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een product van Essence en dat is de Make Me Matte Lip Top Coat. Deze heeft de naam 01 What's the Matter gekregen. Dit is dus een topcoat die je kunt aanbrengen over een lippenstift die glipt. En die zou je lippenstift dus mat maken. Het zit dus in een tubetje zoals je kunt zien. Er zit heel weinig in. Er zit maar 5 milliliter in. Dat vind ik echt heel weinig. Zo ziet de opening eruit. Zeg maar. Hier komt het product uit. Maar ik vond deze liptopcoat totaal niet fijn. De kleur werd gelijk een stuk minder intens toen ik deze liptopcoat gebruikte. En dat vond ik heel jammer, want ik had echt een heel mooi koraalkleurtje op toen ik deze ging testen. En die kleur was best wel goed gepigmenteerd. Alleen toen ik deze topcoat eroverheen aanbracht, toen werd die een stuk lichter. Ook zag ik het matte effect niet terug. Er kwam gewoon een soort laagje overheen, maar ik had niet zoiets van, hé, hij is mat. Als ik hem dan vergelijk met liptopcoats van die ook je lippen mat zouden maken van andere merken, vond ik deze gewoon totaal niet fijn. Nogmaals, ik vind het tubetje gewoon heel klein. De kleur die werd gewoon een stuk minder intens bij het gebruik van deze liptopcoat. En ik kreeg er geen mat effect van. En dat vond ik gewoon heel erg jammer. Dus daarom vond ik deze liptopcoat geen succes. Dan heb ik een topcoat van Catrice en dat is de Highlight Topcoat. En dit is een topcoat die je aan kunt brengen over je nagellak en die hele mooie highlights zou geven. Echt een beetje van die lichtreflectie, zeg maar. Hij zou een gouden lichtreflectie hebben met een soort, ja, pearl staat erop, waardoor die dus een lumineus highlight effect zou creëren op je nagels. Nou, hartstikke leuk bedacht, maar echt, ik zag er helemaal niks van terug. Ik had net zo goed een gewone topcoat kunnen gebruiken, want die gouden gloed die zag ik echt totaal niet. Ik zag geen highlight effecten. Ik zag eigenlijk helemaal niks terug bij deze topcoat. Vond ik heel erg jammer, want ik vond juist deze leek me heel erg leuk en mooi vanwege het aparte effect. Maar het effect kwam er gewoon niet uit. Je zag er gewoon niks van terug en dat vond ik echt heel erg jammer. Leuk bedacht, maar heel erg gefaald als je het mij vraagt. Dan heb ik een handcrème en ik heb hem nog even in het doosje zitten nu. Ik zal hem er zo even uithalen, maar het is meer even voor het effect. En deze handcrème die kwam ik dus tegen bij de Action. En Action die heeft op het moment in de schappen zo'n lijn liggen met producten met hele leuke afbeeldingen. Waaronder dus deze handcrème. Nou ja, het doosje of het blikje is super schattig. Er zit 35 milliliter in. Ik vind dit echt heel erg leuk. Met dat plaatje erop. Er zou ook aloe vera in deze handcreme zitten. Nou, waar ik wel heel erg enthousiast over was, dat was dat er op het blikje zeg maar een extra laagje zit. Waardoor niet de handcreme kan gaan lekken. Dus mocht je hem mee willen nemen, dan is dit de handcreme. Hij ruikt niet super lekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het niet echt een hele lekkere handcreme. Dat kan natuurlijk ook verschillen per persoon. Eén kan iets wel lekker vinden en de ander niet. Alleen, deze handcreme die gaf echt totaal geen verzorging aan mijn handen. Mijn handen die bleven heel erg droog ervan. Ik vond de geur niet echt aangenaam. Van
de aloe vera merkte ik al helemaal niks dat die hierin zou zitten. Dus dat was gewoon heel jammer, omdat de verpakking er gewoon superleuk uitziet, maar de handcreme zelf, die vond ik gewoon niet prettig. Ik vind het fijn als een handcreme mijn handen ook daadwerkelijk verzorgt. Ik heb hem ook erg getest in de periode dat het echt best wel grauw was, dat mijn handen ook gewoon extra die verzorging nodig hadden. Maar met deze handcreme kregen mijn handen dat helaas niet, dus daarom vind ik hem helaas niet fijn, ondanks dat ik de verpakking super schattig vind. Dan heb ik van Essence een Sculpting Eye Pencil. En dit is een potlood met twee kanten. Dit potlood is bedoeld om je ogen te contouren. Ik heb hem in de kleur 01 Black to White. Hier heb je dus de zwarte kant. Het zijn potloodjes die je zelf moet slijpen. Nu is het punt nog redelijk scherp. Ik ben er zelf niet zo heel erg fan van als je potloden zelf moet slijpen. Maar goed, als het pigment van een potlood dan heel goed is, dan neem ik het ook nog wel voor lief, zeg maar. Dit is de lichte kant. Ik vond dit potlood dus niet fijn. Ik vond ze te hard met het aanbrengen. Er kwam ook niet heel veel kleur van af. Met zwartje had ik nog wel zoiets van, het ziet er wel oké uit. Maar op mijn ooglid kwam niet echt heel veel kleur. En normaal als je dat gaat opbouwen, zeg maar, met meerdere laagjes, wordt het wel wat, maar het werd gewoon één hele dikke plakkaat op een gegeven moment. Vond ik niet mooi. En ik vond hem gewoon te hard. Ik vond het gewoon niet fijn. Ik vind het wel heel leuk bedacht, maar voor mij werkte dit helaas gewoon niet. Toen liet ik hem vallen. Het pigment, maar ook zeker vanwege de hardheid van het potlood. Want ja, het is toch bij je ogen. Dat moet je echt gewoon heel rustig behandelen, zeg maar. Het is allemaal wat teerder en niet met zo'n hard potlood erin gaan drukken. Dus nee, voor mij was dit potlood geen succes helaas. Dan heb ik dit product van Catrice en dit is een Fixing Brow Wax. Ik heb hem in de kleur 020 Nothing Else Matters. Met deze brow wax zou je dus je wenkbrauwen in model kunnen brengen, shapen, waardoor het ook blijft zitten en hij geeft ook een lichte kleur af. Dat is wat hij belooft. Nou, het is dus een potloodje, een wax wat je omhoog kunt draaien. Zo ziet dat eruit. Alleen, er kwam haast geen product van af. De kwaliteit, zeg maar, van die wax die is zo stug. En normaal als je dus wel eens wax ziet bij wenkbrauwproducten, zit die vaak gewoon los, zeg maar, in een paletje. Dat je hem met een wasje kunt aanbrengen. Dit werkte gewoon helaas niet. Het aanbrengen ging heel stroef. En ik had ook niet echt het idee dat mijn wenkbrauwen er echt goed van bleven zitten. Het werd wel een soort van hard, wat je ook wel een beetje bij wax verwacht. Er kwam bijna geen kleur van af, die was zo licht. En dan heb ik nog een vrij donkere kleur gekozen toentertijd. Maar nee, voor mij werkte dit gewoon niet. Geef mij maar gewoon een poeder met een wenkbrauwmascara. Dat werkt veel beter dan deze brauwwax, als je het mij vraagt. Omdat we nu toch in de wenkbrauwproducten zitten, heb ik gelijk nog een wenkbrauwproduct. En dit is een Make Me Brow Jumbo Eyebrow Pencil van Essence. En dit is dus gewoon echt een heel dik wenkbrauwpotlood. Ik heb hem in de kleur 020 brunet. Je hebt hem ook in blond. En je zou denken, waarom kies je voor brunet? Mijn wenkbrauwen zijn vaak wat donkerder dan mijn haar. Dus, vandaar dat ik ook altijd een beetje een donkere kleur kies, omdat dat het dichtst bij mijn wenkbrauwen ligt. Nou, het is dus echt een heel dik potlood die je ook moet slijpen. Nou, ik weet niet eens of ik hier een puntenslijper voor heb, want volgens mij past deze niet eens in een normale puntenslijper. Overigens gebruik ik altijd wel puntenslijpers die speciaal voor cosmetica zijn en niet om gewoon kleurpotlood of zo mee te slijpen. Er kwam bijna geen pigment van die potlood. Ik vond het aanbrengen echt helemaal niks. Mijn wenkbrauwen die kregen niet echt kleur. Je kon lichte plekjes ook echt heel slecht bijwerken. Ik vond dit echt heel erg tegenvallen. Hij belooft dat het makkelijk is om je perfectly shaped eyebrows te creëren. En hij zou long lasting zijn. Nou, van dit alles
voor mij klopt daar helemaal niks van. Want ik vind het gewoon. Nee, ik vond dit echt helemaal niks. Voor mij geen grote jumbo eyebrow pencils. Want het werkt gewoon niet. Dan heb ik deze set. En deze heb ik gereviewd in een video. Hier heb ik dus een video over gemaakt. Mocht je hier benieuwd naar zijn, ik zal hem boven even linken. Dit was het Charcoal 3-Step Blackhead Removal Pack. Dit is dus een Blackhead Removal Set in 3 stappen. Ik zal hem even uit de doosje halen en dan zal ik even laten zien wat is. En dan zal ik gelijk vertellen waarom dit voor mij niet werkte. Ik ga niet heel uitgebreid bij de producten stilstaan. Als je hier meer over wil weten, raad ik je aan om die video die ik hier speciaal over gemaakt heb even te kijken. Maar je hebt dus een toner, dat is stap 1. Dan heb je het masker, stap 2. En als laatste heb je dus een moisturizing soort crème. Dat is stap 3. Waarom ik dit niet fijn vond? Nou, weet je, die toner, dat vond ik op zich nog wel oké. En stap 3 vond ik op zich ook nog wel oké. Maar dat blackhead masker. Nee. Dit zou ook een peel-off masker zijn. Hè? Je zou deze ook gewoon heel gemakkelijk, nadat het uitgehard is, van je huid af kunnen halen. Nou, dit blijft zo onwijs goed zitten dat je het er gewoon niet af krijgt. Ik heb zitten boenen met een washandje. Mijn hele huid, dat was weer helemaal pijnlijk. Ik vond dit zeker geen aanrader. Ook mijn blackheads waren daarna absoluut niet verdwenen. Dus ik vind het vooral een hele pijnlijke set en ik raad hem zeker niet aan. Maar nogmaals, mocht je benieuwd zijn hoe ik dit heb gedaan, raad ik je eventjes de video aan. Want dan kun je zien hoe pijnlijk het was. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is een eye and face palette van Essence. En dit is het 03 Be Kissed by the Moon palette. Dit is dus zo'n palette die je zowel voor je gezicht als voor je ogen kunt gebruiken. Deze kleurtjes zitten erin. Ik vond dit palette niet fijn. De oogschaduwkleuren zijn zo licht dat je ze bijna niet terugziet. Ze zijn ook heel poederig, want je ziet wel waar ik heb gedipt, zeg maar. Maar de kleuren zijn gewoon te licht. Ik vond dat echt heel erg jammer. Helemaal omdat ik gewoon veel betere oogschaduwpalettes ben gewend, valt dit dan best wel in het niets. De producten voor je gezicht. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet weet wat nou de blush en wat de highlighter is. Ik vermoed zelf dat dit de highlighter is, want dit is echt een glimmend product. Ik gloem echt heel erg hiermee. Die vond ik echt heel erg mooi. Deze gaf heel weinig pigment. Hij gaf wel ook een soort glans, zeg maar. Dat geven ze allebei. Maar lang niet zoveel als die roze. Dus dat vond ik heel erg jammer. Ik heb toch besloten om dit palette bij de felproducten video te doen. Omdat ik eigenlijk maar één product fijn vond uit het palette. En dat is die roze highlighter. Dan vallen er toch 5 producten in de min, zeg maar, die ik niet fijn vind. Ik zal het palette dan ook nog wel eens gaan gebruiken, omdat ik die highlighter zo mooi vind. Maar de oogschaduw denk ik niet zo snel weer. En dat vind ik best wel jammer. Weet je, en dan denk ik van er zijn ook wel gewoon hele goede highlighters voor dezelfde prijs die je betaalt. Waar je dan gewoon wel echt plezier van hebt. Omdat je nu eigenlijk voor de prijs van dit palette maar plezier hebt van één product wat mij betreft. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar goed, ja, helaas. Dan waren dit alweer de felproducten van januari en februari. Toch wel weer veel Essence en Catrice ertussen. Maar ik heb ook deze afgelopen 2 maanden ook nog extra producten getest die ik dus niet fijn vond. Omdat er een aantal waren die uit het assortiment gingen. Ik denk dat dat vrij netjes is voor wat ik allemaal heb getest. Dat er toch wel weer meer positieve producten uitkomen dan negatieve producten. Maar toch, ja, ik ben blij dat ik het toch eventjes met jullie heb kunnen doornemen. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, dan krijg je gelijk een melding zodra ik een nieuwe video upload. Dan wil ik je nu gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je bij een volgende video weer terug te zien. Doeg!